Liefdagboek. Vandaag was dan echt de laatste dag op school. Wat is de tijd snel gegaan. Als ik terugkijk, zie ik zoveel kostbare en mooie momenten. Het maakt het alles tot een onvergetelijke herinnering. Onze minischool met maar één lokaal. De sinaasappelbomen in de tuin. De zondagse bijeenkomsten in het kerkcentrum. Het contact met de Albanese mensen. Het stuntelen met de taal. De prachtige natuur. Het fijne team. De verhalen van Spurgeon, uren zingen bij het keyboard, voetballen in de klas, mappen vol met uitleg, de stadsbus die elke 8,5 minuut rijdt, onze unieke gymlessen, de bijbelstudies, het is alweer voorbij. Wie zou de nieuwe juf of meester zijn die dit prachtige land gaat ontdekken?